Yes, welkom jongens bij weer een nieuwe livestream. Vandaag Fortnite, ik heb er zin in. Ben je al beter geworden met Fortnite, Ali? Ik wel. Wil je eerst even gedag zeggen tegen de kijkers? Gedag jongens. Welkom. Welkom. Bij een nieuwe stream weer. Er zijn al 12 mensen aan het kijken. Yes, welkom jongens bij weer een nieuwe livestream. We wachten nog voordat er meer mensen online live meekijken. Vergeet natuurlijk het niet te vertellen aan je. Je vrienden, je ooms, je tantes, je oma's, je opa's, je vrienden. Welkom. Je neef. Je buren. Er zijn nog je broers, zus in die hebt, halfbroers, stiefbroers, kortom iedereen. Zeg ze dat we live zijn. Het weer een nieuwe Fortnite sessie. En jullie maken natuurlijk kans om met ons te spelen. Hoe, dat hoor je straks. We gaan weer een leuke vraag stellen. We gaan even snel even testen. Horen jullie ons allemaal duidelijk? Horen jullie Roma perfect? Horen jullie mij perfect? Kortom iedereen. Zeg ze dat we live zijn. Weer een nieuwe Fortnite sessie. En jullie maken natuurlijk kans om met ons te spelen. Ik kan het vanaf hier niet lezen. Hoe? Dat hoor je straks. Is alles goed? We gaan weer een leuk vraag stellen. Even snel even testen. Dan gaan we zo beginnen. Het geluid is dubbel. Het geluid is dubbel. Zeg ze dat we live zijn. Weer een nieuwe Fortnite sessie. En jullie maken natuurlijk kans om met ons te spelen. Dan wordt dat perfect. Is alles goed? Dan gaan we zo beginnen. Geluid is dubbel. Ja, ik weet niet of ik dat wil, man. Ja, we hebben één deelnemer. Kijk samen, wat een skin. Is dat een smiley die je daar hebt? Ja, om mezelf. Kan dat bestaan? Kijk staan, wat een skin. Is dat een smiley die je daar hebt? Ik het van niet uitzetten. Kan dat mezelf? Kan dat mezelf? Die zak aan. Ik denk dat het nu wel beter is. Horen jullie alles nog steeds dubbel, jongens? En wie wil Ali nou niet dubbel horen? Ik wil jou ook dat wel dubbel horen, man. Je hebt zo'n mooie stem. Dat weet ik. Test 1, 2, 3. Horen jullie ons nog steeds dubbel? Echo, dubbel. Dankjewel, Fortnite. Ja, wat is beter. Ja? Kan jij mijn gamegeluid ook harder zetten? Is dat mogelijk? Hij is nu op dit moment heel zacht. Die in mijn oor zit. Als het niet kan, laat maar gewoon maar. Nee, hetzelfde. Kijk. Ja, wacht, ik kan het denk wel. Maar ik wil helemaal niks. Nee? Echt heel zacht. Ja, nou hoor ik het wel. Daar? Ja. Nee, hij staat te zacht nog steeds, maar. Juist. Ja? Ja. Is het nog steeds wel goed dan in de chat of bij de mensen thuis? Ik hoop het wel, bij de mensen thuis. Ik hoop dat alles nu goed is. We gaan een vraag stellen en degene die hem als eerst goed beantwoordt, die mag meteen met ons meedoen. Die voeg ik toe. Nou, ik ben benieuwd naar en de vraag. Die nodig ik uit. Ja, je kunt meerdere malen meedoen. Dus als je één keer met ons hebt gespeeld en de tweede keer ben je ook weer de snelste, dan mag je ook weer meedoen. De vraag stellen via de chat. Ja, en als je de eerste keer geen goede antwoord hebt gegeven, dan maak je natuurlijk de tweede keer weer kans. Of de derde, vierde keer. Zeker. Ali gaat de vraag typ in de chat, zodat bij iedereen tegelijk aankomt. Ja. En wie wij als eerste bij ons op het scherm zien, op het scherm. Ja, dat zijn voor onze winnaars. Dus daar is geen discussie over mogelijk. Oh, wat doe ik allemaal? Mijn controle valt bijna. Ik ga de vraag binnen enkele seconden, jongens. Erin gooien via de chat, de vraag staat al klaar. Het is een leuke vraag. Het is een vraag. Het antwoord is eigenlijk wel makkelijk. Maar je moet dan wel op de hoogte zijn van alle nieuwtjes over FIFA. Dus ik ga hem nou erin gooien. Succes.
Marco en Onat zijn de eerste. Zie jij het ook? Je hebt het ook gezien, hè? Marco en Onat. Marco Binnenkamp. Kom en Onat Arjeer. Onat die ken ik wel volgens mij. Die komt volgens mij uit Eindhoven. En Marco moet even zijn PSN'tje snel droppen. Het gaat allemaal heel hard hier. Dus ik moet even goed opletten. Bram, mag ik van jou mijn PSV-vest van Ali? Doe ik even aan. Jongens, het kan zijn dat jullie bij jullie zelf eerste zijn. Dat komt omdat de chats van anderen bij jullie niet laden. Maar omdat wij het hoofdaccount en zo hebben, komt bij ons alles sneller binnen. Dus wij zien hier de eerste twee. Keza is mijn... Oh, die laatste ook met proefclubs. Ik weet het niet. Heb je van de twee deelnemers hun PSN? Ja, ik heb ze allebei. Nou jongens... Hier, blijf niet te lang bij stilstaan, zodat we gelijk kunnen beginnen. Onat is trouwens een pro-speler, jongens. Hij zit al een tijdje bij een organisatie. Bij ECV. Nou, PSV is ook weer zichtbaar. Dat is mijn oude werkgever, zeg maar. Ook. Maar hij is dus een pro in Fortnite. En toevallig heeft hij nu ook gelijk... Dit is zijn eerste keer dat hij nu meedoet, hè? Hij kijkt vaker mee. Ja. Nou. Hij is altijd aanwezig. Meestal. Mochten de mensen thuis een professionele Fortnite speler aan het werk willen zien, dan is dit nu ja, de mogelijkheid. Wij twee waren al slecht, maar nu gaan we nog slechter spelen omdat hij alles goed gaat doen. Of wij gaan juist beter spelen omdat we een goede teamspeler in ons team hebben. Dat kan ook. Even kijken. Keza, je mag me joinen. Elk moment, ik zet de party even open voor je. Zodra je me vindt, kun je meteen joinen. Nou, ik heb je al een invite gestuurd. En Onat... Moet nog even komen. Maken we een, 79 kijkers, 31 likes, jongens. Een beetje te... Laat even die duimpjes zien, alsjeblieft. Keza, welkom. Keza, doe even je oortjes in. Dan kunnen we wat beter communiceren. Ik heb hem in. Als je hebt hem in. Ja, je hebt hem in. Yes. Hoe heet je? Welkom. Marco. Marco. En waar kom je vandaan, Marco? Helmond. 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 Ben je voor PSV of voor Helmond Sport? PSV, uiteraard. Uiteraard. Hoe oud ben je? 30. 30. Kijk eens. Dat Marco, een was jij degene die die fout had gemaakt dinsdag? Ja, sorry. Dat was hij. Weet je nog met die ene vrije trap op middenveld? Iemand paaste zo en toen kreeg ik goal tegen. Ja. Dat was Keza, dat weet ik wel. Oh, hij deed ook al mee. Ja, hij deed ook mee. Hij is altijd paraat in de chat. Gaaf. Nou, het wachten is op... hoe heet jouw vriend? Mano? Onat. Onat? Je staat offline aan. Ik heb je een invite gestuurd, Onat. Dan moet het wel lukken. Yes, daar is hij. Manos. Yo, man. Yo, welkom. Welkom. Stel jezelf voor aan de kijkers. Ik ben Manos. Ik ben een Fortnite pro-speler. Zo, dus we mogen veel verwachten van je. Niet te veel. Jij gaat, we hebben nog geen victory gehad, hè, tot nu toe. We hebben nog nooit op stream victory gehad. Jij kan degene zijn die gewoon hier veranderingen brengt. En voor de eerste keer ons victory royale bezorgt. Ja, dat komt goed. Ah, Marco, als je ook klaar bent, dan bereid ik punt klikken. Yes. Marco is niet ready voor dit. Geen probleem. Lekker man, meteen het potje gefixt. Vorige week duurde dat iets langer dan vorig. Yes, het gaat snel. Mannes, hoe lang ben jij al een pro-speler? Sinds season 2. Zo, dus niet zo heel lang. Daan Stevens, welkom jongen. Ik zie je weer. Dan heb je al wedstrijden gespeeld en of toernooien? Ik heb online wagers gedaan, maar ik heb zelf nog niet officieel meegedaan aan toernooien. Maar ik heb op 14 juli, ja? Goed zeg, een Red Bull toernooi aan Alphen aan de Rijn. Zo. Oei, met ECV. Ja. Met ECV. Lekker man. Nou, hou ons op de hoogte hoe dat gaat verlopen.
maar nog niet alles is zeker. Maar het zal wel goed komen. Ben je goed aan het oefenen? Zeker. Elke dag. Zeg het maar, jij bent de baas. Ja, jij bent de captain, hè? Ja, jij bepaalt nu echt alles. Ik en Pleasant zijn heel druk, omdat week 8 challenges er zijn. Dus ik zou, ja, visie pakken ofzo, als je wil. Ja, we hebben niks te willen, we luisteren naar jou. Jij bent de baas. Na de potje komt weer een nieuwe vraag, snap je? Dus als je die bijvoorbeeld niet goed hebt, dan is het al gelijk al klaar. Ja, dan heb je je kans op victory laten liggen. We mogen echt niet doodgaan. Ja. Tobias, welkom. Nadir, welkom. Bram Rijntjes, dankjewel. Mees, welkom. Maar wat is je specialiteit? Ben je goed in bouwen of goed in schieten? In of? Alles. Alles, gewoon allround. Ik ga hunting rifle, double heavy. En voor de manier van aanpakken en bouwen ben ik gewoon echt master. Ik blijf in de buurt van jou. Ik loop gewoon achter jullie aan. Ik zie hier al ook een groep landen. Ja, voor een andere squad bij ons. Oh, ik ben ook binnen, maar jullie zijn ver van mij. Ik ga al dood, denk ik. Ik heb gelijk een chest. Marco, iemand bij jou. Pas op. Shit. Hij is bijna dood. Dit is normaal. Ja, die ligt. Dank voor de waarschuwing. Jongens uit de chat, kunnen jullie ook die jongens uit de party horen? Onat en Marco? Dan laat het even weten. Ja, dit is game chat, dus daar horen. Ja? Oké. Okay. Ja, moet wel. Er zijn mensen bij Burger en eentje in het middelste gebouw. Mega en... Ja, sorry jongens, ik ben nog op die chest, op die loot. Ik kom er nu aan. Dit is trouwens de eerste keer dat jullie met mijn beeldscherm meekijken, jongens, volgens mij, toch? We zijn daar in gebruik. Ik ga even kijken. Waar gaan we heen? Waar zijn mensen? Oh, ik zie daar mensen. Oh, hij heeft er alleen. Bezig, man. We zitten hieronder, of hierboven. Ik weet niet zeker. Eentje is pas gerevived. Kijk uit, kijk uit. Ik heb hem. Oh, nog één. Wow, oh, hij is shit, hier. Achter ons. Oh, ik... Kom maar uit, kom maar uit, kom maar uit. Hij ligt. Oh shit. Er is nog maar één. Juist. Ik heb één kill te pakken, ja, boys. Ja, Ali, drie kills, boys. Heb je drie kills? Ja, jij geeft die laatste kogels, geef jij de hele tijd, hè? Je laat mensen echt goed... Nee. Ik weet hoe jij speelt. Goeie start, man, broeder. Eerlijk zijn, kom op. Goeie start, man. Dankjewel. Drie en ik één. Ik hoor die kabouter, man. Ja, ja. Oh, zit hij hier? Ja. Waar zit hij? Ja, oh, hier. Lekker. Mooi meegenomen. Wel een paar shieldjes of zo fixen. Heeft iemand bandage? Ik zal doorlopen, want... Oh, ja, man. Ik heb helaas geen bandage. Ik heb wel een mini-shield voor iemand. Dat zal wel heel fijn zijn. Ik had net beneden ook al twee mini-shields getropt. Ik weet niet, ja, die heb ik gepakt. Dat het ook, zeg maar, als ik een, bijvoorbeeld jullie zijn dood, twee mensen zijn dood, dan halen ze een victory royale, dat jullie hem alsnog hebben? Of is het echt dat jullie ook wel willen blijven leven, zeg maar? Nee, volgens mij hele team telt. Ja, weet ik, het telt voor de hele team, maar ik bedoel, voor als PSV. Ja, voor ons telt het. Oh, tuurlijk, zeker. Tuurlijk. Zijn samen niemand heeft nog een victory royale gezien samen, op het beeldscherm. Samen zeg maar. Uit, samen thuis. Sam, ja. Kessa, hier heb je een minishot. Yes, thanks. Jongens, kijk nou voor het eerst met mijn scherm mee. Denk nou dat ik een dikke pro ben, maar dat is helemaal niet. Dat ik één keer drie kills heb. Gebeurt niet elke dag, jongens. Zal ik eens een keer gevocht bouwen, één bij één?
Hoe? Wat zei je? Zal ik een 1-bij-1 vocht bouwen? Hoe dan? Vertel het eens. Ja, moet je op een afstand gaan kijken hoe snel ik dan bouw. Nou, het is goed. Ja. Laten we naar Manos gaan kijken. Niet gesniperd worden. Het gaat een beetje te snel, man. Wil je ook kijken dan? What the hell? Je houdt dus volgens mij nu wel op. Het is wel duidelijk, man. Nee, ik heb ook 400, man. Welke sensitivity speel je dan? Ik speel op 9-7, man. Dat betekent gewoon één lichte tikje naar rechts is bij hem gewoon kant 360 graden. Inderdaad. Maar speelde je voor de Fortnite hele hype ook al Fortnite of ben je ook begonnen met de hype? Nee, nee. Ik ben ook met de hype begonnen. Je hebt hier een groot shield op lekker. Die is voor mij. Ali? Ja, je hebt helemaal niks. Nee, ik heb hier nog één. Nog een groot shield hier. Kom maar aan. Ik zie hier nog eentje op Tilted zijn dak. Ah, leeft er ook één. Ninja doet altijd zo, ik doe even alsof ik cool ben. Gelijk jezelf nou met Ninja. Ja, man. Waar zijn die shields? Ik heb er één. Iemand voor mij? Oei. Kom, we moeten snel naar hem toe, man. Hij is in zijn eentje. Oh, dat wordt tilted, jongen. Dat wordt zelfmoord voor ons. Nee, joh. Is dood. Ik heb hier een blauwe jacht voor iemand. On my way. Medkit. Oh, medkitje zeker nodig. Ik heb hier nog een goed shoot voor iemand. Hey, waarom pak je die af? Hoezo? Oh, je hebt die wel nodig, man. Doe maar. Wie heeft de medkit gepakt? Ik, hè. Kom op, man. Wil je dan die medkit, ik die pop? Oh, je hebt hem al ingenomen. Jammer, man. Heeft iemand shotgun, sniperkogels voor mij? Ja, kom maar. Ik heb wel wat. Hier heb ik nog een bandage. Nog meer bandage. Joel, welkom. 114 kijkers, jongens. Dankjewel. Vergeet niet te liken. 48 likes zie ik. Kan wel richting de 100, toch? Oeh, die wil ik. Waar is hij? Oh ja, wacht, ik kom richting jou. Kiss heb ook maar. Oh, oké. Okay. Geef die maar een kiss aan. Nee, pak maar, je hebt die nodig. Thanks. Okay, weet je wel, we gaan gewoon safe spelen. Ja, man, we moeten echt winnen. Als je wint, mag je nog een keer meedoen, hè? Als je wint, mag je nog een keer, ja. Pas op voor de cirkel, Marco. Oh. Ja, ik was net te laat. Manos, kan je sniperkogels geven? Oh shit. Oh, we moeten wel rennen. Richting Salty. Oeh. Ik heb ook nog een campfire voor Roma en Jezza. Hier, kom maar. Thanks. Ik ben ninja, moet je zien. Ik heb deze nog nooit gebruikt. De eerste keer. Serieus niet? Ja. Die is echt fucking fijn. Iemand links van ons? Oh. Hij is solo volgens mij. Mag ook kijken naar piek. Ziet de onderkant kapot, ziet de onderkant kapot. Ik schiet zo scheef, hè. Puur om hem af te leiden. Hij is volgens mij wel alleen. Ja, die ligt. Oh, wel een grote pot, die wil ik wel. We moeten rennen, man. We moeten echt rennen. Blauwe sluspuppy. Heeft iemand toevallig een launchpad of bounce traps? Nope. Nee, helemaal niks. Ik ook niet.
Bram, ben je hier? Kan je zo wel even weer die ding fixen met die map, zeg maar? Dat je ons, onze cam zo linksonder ziet. Oh, ik zie mensen. Oh ja, ik zie hem ook al. Zout. Niet schieten, niet schieten. We moeten ik had net wel een kill gestolen, man, van Onat, volgens mij. Maar niet uit, maar niet. Hoeveel kills heb je al? Heb je al 4 kills? Was hij 4, ja. Ik had in de, op jouw verhaal had ik 5 gezegd, snap je? Ah, goed bezig, man. Dus je hebt er eigenlijk mee. Ik wil niet voor de kills op doen. Nee, dat begrijp ik. Ik moet echt winnen, man. Ali speelt altijd egoïstisch, man. Ik heb al 800 wins, dus het is niet meer leuk om te winnen te spelen. Oei, 800 niet pak ik. Hoeveel solo wins heb je? Rond 200, maar ik doe alleen solo squad bijna. Ik heb 250 squad wins. Heb je een vaste squad? Hij heeft het solo. Ja, met ECV. Kijk uit. Laat ze uitvechten. Gaan we cirkelen? Laat ze uitvechten. Eentje dood. Er zijn nog meer, kijk uit. Blijf maar achter deze boom. Welke? Oh, hier. Eentje is one hit. Deze is dit one hit. Ja, rustig. Wow! Lekker. Eén kogel. Boys, storm. Ah, man. Lekker man. Lekker, hij is dood, hij is dood. Hij is gesniped. Ligt hier Chuck Chuck? Hey, iemand achter mij, kut! Ik ga dood man. Shit, 27 levens over. Ik kan elk moment dood zijn. Ik was aan het drinken. Hij is al dood? Oh, lekker man. Ik heb hem. Hij heeft mijn leven gered. Iemand bandages of zo? Ik mag dat chuck chuck. Oh! Ik de chuck chuck man daar. Ik ben goed geraakt. Oh. Waar ligt de chuck chuck man? Ik ben gesniped man. Oh nee. Nee. Boys, alsjeblieft. Ali, Ali achter je. Hier. Ali, ik ga dood. Bouw om me heen. Blijf staan! Oh broeder, wat doe jij? Heeft iemand bandage ofzo? Waar lag die Chuck Chuck? Die heeft Marco gepakt. Ik had hem al gepakt. Heb je hem ook al gebruikt? Is squad dood? Je ligt wel een meta. Geef je maar mij als je klaar. Oeh. Pak die. En dan slurp je erbij. Ik heb er 2. Hier ligt nog een medkit, boys. Hier ligt nog wel loot, toch? Ga je die slurp innemen of niet? Ja. Jammer. Voor wel van eigen snipe. Oh, hij zit weer in fight, maat.
pushen, man. Oh, rechts zijn hun. Nee, joh. Voor instant headshot, man. Wacht, ik ga het proberen. Ik ga alles geven om hem te redden. En als je hierin komt, kan je me reviven snel. Blijf staan. Ah, belachelijk ook dood. Eentje ligt daar, die moeten we wel finishen. Volgens mij wordt hij nou gerevived. Ja. Ja, heeft iemand medkit voor mij? Nee man, ik heb nou niet. Ik had hem goed geraakt voor jou, hè? Ik ben zo goed bezig, hè. Je hebt 8 kills? Ik zweer het, 8 kills. Wow. Jij pakte mijn kill af, hè? Ik heb er 13, man. Ik heb er 13, lekker. Ik had hem wel gerevived. Boys, nog één iemand over. Laatste, boys. Gun mij die alsjeblieft, ik heb maar 1 kill. Ik wil die laatste. Wat zou een ninja nou zijn? Clip that, clip that. Ik zie hem. 165. 165. Ja, dat is de laatste, boys. Wil er iemand rook draaien? Ja, man, 4 tegen 1. Waar is hij? Waar is hij? Ja. Oké, kom voor me staan. Ga hierop staan. Kom maar. Waar is hij? Oké, spring eens. Ga iets meer naar voren. Ja, spring. Oké, spring maar nog een keer. Jongens, ik moet het eindigen. Waar is hij? Naar voren. Ga naar voren. Spring. Oh. Spring. Hij zit hier. Spek. Ja. Waar is die? Ah. 9 kills. Vet, man. Ik moet toegeven, je speelt echt als een baas, man. Hey, Manos, jou is gruwelijk, man. De eerste victory. Conan heeft gefixt, man. Lekker, man. Lekker, man. Dat is wel even een videootje waard, hè? Zeker. SO naar Manos en Keza, Marco en Onat. Geen SO naar mij. Livestream 9 kills, Victor Royale met Roman. Onze eerste Victory Royale tijdens de livestream. Vamos. En deze jongen had gewoon 9 kills. Lekker, boys. Dat was wel lekker, man. Ja, van ons mag je tuurlijk. We hebben wel verdiend om nog een potje te spelen. Ja, zeker. Wat zou het zijn als we dan ook nog een back-to-back krijgen? Dat zou het zijn. Nee, zeg. Ik ben nou ook aan het streamen. Die past wel bij jou, man. Ja? Je bent wel een beetje handig. Hey, wat is de aim target voor jou, dit potje? Hoeveel kills ga je halen? Nou, dat is klaar. Dat is eens en zoveel. Is dat je nieuw record gewoon 9 kills? Mijn record was 11 kills, maar toen had ik die gewonnen. Oké. Okay. Met win is het wel een record. Lekker, man. Ja. Tobias had het altijd al aangegeven, man. Als je wint, mag je nog een keer. Ja, zeker. Maar dat is tot nu toe nooit voorgekomen, tot nu. Tot nu toe. Die 23-jarige zeg. Maar wat doen we als we nog een keer winnen? Ja, kijk, we kunnen zo lang doorgaan. Oké, zeg het maar. Captain, Manos. We gaan naar Fatal. Hi boy. Of we kunnen naar Greasy weer. Fatal is goed. Ik vind alles Fatal best. Fatal is zeker goed.
Marco gaat overal mee akkoord. Marco is niet de moeilijkste. Ja, niet moeilijk. Ja. Oh, dat is fijn om te horen. En zo naar Augin, welkom. VB Gaming, welkom. Wanneer heb je vakantie, Joel? Luc schrijven, geen probleem. Ik doe altijd mijn best. Lekker, boys. Ja, man. Victorietje even. Dat is wel lekker. Nee, is er een andere squad bij ons? Nou ja. Ik zie niemand. Ik zie wel een blauw slushpuppy, man. Slushpuppy ook gewoon. Lekker looten, een beetje hakken. Kijk eens linksboven, Roman. Ik drop even een klein potje. Ik blijf het zeggen, jongens. Ali is... Ja, Ali is geen team spelen met Fortnite. Waar heb je die potje gedropt? Gewoon op straat, voor die huis. Voor die gewoon voor een zwerver. Ja. Geef hem dan een wie hem vindt mag hem pakken. Oh mijn god. Dat is wel wat minder. Ik heb 2 blauwe assaults, als iemand wil. Waar? 2 man. Iets geraakt. Waar is hij? Ik weet het ook niet. We zijn bij de krater. Granaten? Het is een hele squad, boys. Het is een hele squad, kom even helpen, man. Kom maar aan. Ik heb alleen geen AR, maar ze rennen weg, Ja? Ja, laat ze lekker. Wie wilt een blauwe AR? Kan ik ook gebruiken. Ik heb nog steeds geen AR. Ik kom naar je toe. Ik leg hem niet zomaar mee op straat. Allemaal shots. Ze komen toch wel hier. Hier, Manos achter. Toch wel? Oh, iemand schiet met... Oh ja man, ze komen wel richting ons. Ben ze nou even aan het bespieken? Eentje ligt. Ik ben goed geraakt. Gaan we pushen, want eentje ligt. Ja, kom maar. Ja, ik ben bijna dood, boys. Hoezo? Ja, hij heeft mij goed geraakt, man, van de verte. Nog eentje op de grond. Hij is bijna dood. Lekker boys, dat is het. Iemand nog een hunting voor mij, toevallig? Hier ligt wel een hunting. Maar lekker. Als je kogels hebt, moet je ook gewoon zeggen. Hier. Roma, heb je je bandages nodig? Ja. Roma, ik heb medkit voor je. Oh, chill. Oh, oh, goed. Ja, achter je, achter je. Ai boy. Oeh, Ali, die is voor mij. Kom op. Je gaat niet weer. Wat is van jou? Die shield. Kom maar, trouwens. Oh, pot. Ja. Wil je die? Ik vraag het, wil je die? Ja, waar kom lijkt ik het op? Brengen? Kijk. Thanks, man. Okay, jullie lijken net een getrouwd stel. Hoi, goed om te horen, dankjewel. Mensen, vergeet natuurlijk niet te liken. Een dikke like voor Manos, onze captain. Ja, man. En natuurlijk ook voor Marco.
nog geschiedenis geschreven dat ik de eerste winnen. Tuurlijk. Komt in museum. Ah, top. Als ik het stadion binnenloop, dan wil ik een poster zien van mij. Heb je raketten? Raketten? Dat goed zijn. Nee. De hulde ging in de rust voor de eerste competitiewedstrijd. Ja. Ja, precies. Blijf wel even een beetje bij elkaar, hoor. Yes. Kom eraan. Jij doet ook alles met Builder Pro, of niet? Ja, man. Oké. Okay. Kan je ook op PC spelen, of... Ja, kan ik, maar niet zo goed. Oké. Niels Legend. Salty is nog niet eens geloot volgens mij. Nee, hè? Ik heb hier een paar keer gewonnen. Ja, raar, want normaal zijn die in die champions aan. Oh, dit wordt toch top. Ik wou hebben. Blauwe AR voor iemand, wil je me? Ik heb nog zelf... niks. Ik had zelf voor de grijze. Maar ik dacht, alles zo goed ermee. Welke? Met wat? Blauwe AR. Oh. Gaan we? We zitten wel precies in het midden. Oh, ik hoor weer een kabouter. Die moet ik hebben, man. Die is in het tankstation, man. Mind. Oh, daar is hij. Wendy. Zijn mensen op Dusty aan het vechten? Helemaal erachter. Dankjewel, Bosna. Welkom. Stefan van der Heuvel, welkom. 255 meter. Hoeveel meter? 255. Damn, son. Huh? Of zei hij 355? 255. 255 kan niet. Oh ja. Oeh. Man als Penny 17, moet letten op. Ja. We kunnen rustig spelen, maar we kunnen ook doorgaan. Ik zou rustig spelen, boys. Even een moment. P-E-N-T Grieks zijn. Ga naar nightbot.com. Vies, man. Maar even uitzet. Had ik de veel gepakt? Ja. Ik heb nog één, om 28 meter. Aan, jongen. Ik ga naar Nightbot. Ik ga naar een ander dan. Maar hij killt alles, wij pakken die loot af. Ik neem alles alvast mee voor jou. Straks moet je zeggen wat je nodig hebt. Dat was het. Goed Nightbot. Wat is dit nou weer? Boys, wil er iemand een RPG? Wil je die rommel? Ik heb al zo'n, hoe heet die? Die launcher. Die pop,
Pop. Ik heb hier nog behoorlijk veel hout liggen. Ja, heb jij wat nodig? Want ik heb net al die loot beneden gepakt. Nee, ik zit goed. Oké. Jij hebt nog een RPG? Heeft iemand kogels voor sniper? Ik heb maar één kogel. Ja man, waar zit je? Ik ben hier. Kom maar papa. Thanks man. Hey boy, 36 hoor. Ja, trots. Ja, doe. Robert, welkom. Gewoon Guus, vandaag spelen we geen FIFA op stream. Dinsdag weer. Nee, eruit. Ali, pak die bolt. Ja, ik ben niet goed met bolt, man. Ik ben sowieso niet goed met snipers, maar ik ga het proberen. Sniper, score. Score. Ik ken er ook niet meer over. Boys, waar gaan we heen? 17 man, dat is juist. We lopen gewoon terug. Terug waar we vandaan komen. Terug van weg geweest. Juist. Ik hoorde back to back. Ja man, ik kreeg dat ook gefluisterd net in mijn oor. Ja, graag, graag. Maar klinkt goed. Oh, hier liggen nog kistjes gewoon. Kistjes gewoon. Was ik weer nog grote shit voor iemand? Ja, waar? Gebruik jij wel eens traps, Onat? Sorry? Gebruik jij wel eens traps, want ik kan daar niet meer zo snel. Ja, maar altijd. Bouwgevecht. Eentje zijn niet zo goed. 1090, ja. Dan gaat het op 17 erachter. Hoop dat we kunnen. We moeten wel lopen, boys. Oké, dan gaan we. Voor Leaf Channel. Bosna, dat zou mooi zijn, maar ja, is wel onmogelijk, denk ik. Wat zegt hij? Ah, de Champions League 2019, finale kan op PSV. Hier ergens. Ik weet niet precies wat. Dus dat ik de chat kan instellen, zeg maar. Comments. Hey, het is 4 tegen hoeveel? Tegen 2 machine squadjes. 5. Ja, dat is wel lekker. We gaan weer winnen, man. Eruit, denk ook, ja. Tuurlijk, wat dan? Maar nee, kijk, dan zit hij de hele tijd te spammen in de chat. Dat is niet relaxed. Ik ga dagelijks live, man. Ook op YouTube. Ja? Twitch. Meestal op YouTube. Ja, man. Nou, waar kunnen mensen je vinden? Ja man, even je Insta en zo moet je wel even droppen in de chat zo meteen. Ik zal Want wij zijn alleen op donderdag Fortnite aan het spelen. En je bent natuurlijk de pro. Hey, daar zie ik mensen op Zuidwest. Ik zit op mijn telefoon. Ik ben niet aan het opletten. Zuidwest. Nee, dacht ik. Ik zie het. Er is wel gebouwd op de weg. Was er net niet. Is er een sniper? Was ik. Op. Nee, ik probeerde iets wat onmogelijk was. Gewoon no scope. Zeg nooit nooit. Ja. Ik heb heel vaak die no scopes geraakt, man. Hé, hey, ze komen van rechts 300 graden, 295. Ik zie ze. Eentje is de boom aan het hakken. Hij heeft geen shield. Hij is dood. Hij is al dood, rustig. Je maakt mij bang met die ding. Hé, hey, nog een groep van 3 mensen, kom op. Dat lukt makkelijk. Het zijn waarschijnlijk campers op Salty. Oh, ze zijn op 350. Het zijn wel tryhards. Ja,
flanken. Oh, eentje geraakt, headshot. Ligt die? Ja, man. Lekker, kom op, killen, afmaken. Ik zit boven ze. Ligt er nog één, de laatste? Lekker, Manos, wee-o. Lekker, man. Ziek, man. Hij heeft weer... Kom back to back. Back to back, man, boys. Lekker, man. Het is gewoon een gouden squad, man. Volgens mij gaan we vandaag geen veranderingen toebrengen. Zo. Hey, dat onthoud ik. Joel in de chat van jullie. Als je weer wint, nu krijg je free design van. Oké. Ben je Yippie-Kaye dan? Ja, man. Oh, oké. Zieke naam, Yippie-Kaye. Nou, hij bedoelde dit potje, maar dat heb je nu gedaan. Nou kom op boys, 3 keer achter elkaar. Als dat lukt, eet ik Arie zijn schoen op. Kan. Oh, ik moet nog één kabouter. Oh, al hele dag zit deze jongen met zijn kabouter, hè? Ja, die moet gehaald worden, kijk. Nog één kabouter. Waar ligt die search between a bear, crater en nog wat? Weet je waar dat ligt? Daar gaan we niet heen. We gaan voor de victory, niet voor jouw kabouter. Okay. Even een vriendje op bezoek sturen. Hi boy. Hou ook je aan, Joel. Je kan me connecten via Instagram of Snapchat, man. Dat maakt niet uit. Ik heb alles in de chat gehoord. Wat doen we? Doen we nog een potje of... Laatste potje. De triple zou wel gek zijn. Ja? Als we deze ook winnen te afsluiten, kiezen we wel nieuwe mensen uit. Zeker. Okay. Tobias vindt het namelijk echt niet meer leuk. Tobias, normaal gesproken speel je altijd met ons. Gun ons ook een keertje de victory. Iedereen op driehoekje nog voor de laatste keer. Tobias, je moet me dadelijk even toevoegen. Gaan we duo straks, ja? Dan gaan we even gratis mensen pakken voor. Hoor je dat, Tobias? Instagram. Nou, sommigen zeggen juist, dit is juist leuk. Stijn zegt, dit is juist leuk. Dat ontzien ze een keer met Stijn op PSV-kanaal. Dikke SO naar Stijn, mijn grote vriend. Wat we bijna nooit zien. Is het onze held van dinsdag? Wat zei je? Als het onze held van dinsdag, Stijn? Dat kan. Volgens mij was hij daar, ja. Oh, nog ook paraat, jongen. Welkom. Met een maat. Nou jongens, ik heb nog nooit in mijn leven 3 keer achter elkaar gewonnen, man. We gaan dit keer weer naar een crisis, wil je zeggen. Zijn we niet crisis, boys? Jij bent sowieso captain. Oh, Marco, foutje. Hoezo? Oh, verkeerde knop. Mooi, man. Marco, even parapluutje alvast opengooien en naar crisis komen, man. Marco, dan moet je wel de goede kant op vliegen. Ja, je vliegt nou echt naar retail. Draai ik erom. Coole planga, Ali en Romo. Ze zijn ook snel, niet alleen cool. Ali was zo net mis met de vraag, dus met dat maak je niet van de stream. Wow, sorry man, Bosna. Ik kan niks aan doen, man. Wat zegt hij? Met de vraag. Oké, je moet gewoon mee paraplu vliegen, man. Ben kan doen. Er zijn niet mensen, man. Ja? Ah, lekker. Moet je kills pakken dus. Nou, mensen vinden dit juist leuk, zie ik. Ik krijg even positieve reacties nu we toch winnen. Ah, ik heb nog... Oh shit, er staat hier iemand van... Oh, wegwezen hier. Wegwezen hier. Volgens mij zien ze dat niet vaak. Waarom? Ik kan elk moment aangepakt worden. Ik kom gewoon naar jullie. Kom bij elkaar blijven, komt allemaal goed. Kom maar, ik heb hierboven nog een dingetje voor je. Burst. Hey boy. Ik maak wel pannen, man. Ja, die logo van mij, die... dat is ook niks speciaals hoor, bro.
Oh, daar zie ik mensen. Juist. Zo, heb je hem? Eén kogel, wacht, Marco, bij je. Oh, hij ligt. Ja, hij ligt. Ik ben gesniped. Shit. Ik ben dood. Ah, geen treadle, boys. Hij kon mij ook gewoon finishen. Ja, mij ook. Helaas, boys. Zijn jullie dood? Het kan nog. Ali en Marco leven nog. Belangrijk. Marco is ook dood. Nou, Ali, laat zien. Ik ben ook dood. Iemand pakte mij van achter. Jammer, man. 21ste. Ja, man. Ik dacht dat. Ja, dit hebben we natuurlijk gedaan zodat er nieuwe mensen mee kunnen spelen. Snapt het nog steeds. Hey boys, bedankt voor het meedoen. Dik SO naar jullie. Ben jij nog? Ik ken niet namelijk. Zit zacht, hè? Ja, zo was. Jongens, bedankt. Boontje die stuurt mij een berichtje. Die zegt ik krijg een invite. Jongens, volg hem. Hij had net zijn gegevens in de chat gedaan. Gestuurd, gedaan. Hey boys, bedankt. Roma en jullie ook bedankt, heel erg. En wie weet, tot straks weer, hè? Want we gaan een nieuwe vraag in de chat gooien. Ja, we gaan een nieuwe vraag in de chat gooien. En ik weet wel een leuke vraag. Oké, nou, de vraag komt eraan, jongens. Hou de chat in de gaten. Ali gaat hem typen. Mandels, de... bedankt, hè. En de eerste Marco, twee... jij ook. Altijd paraat, ook met profclubs. Zeker. Boys, alle handen op jullie toetsenbord, op jullie touchscreen. De vraag komt elk moment binnen in de chat. Anders ik heb een vriendje op bezoek. Ja, ik heb het gezien, kerel. Ik doe het zo accepteren, hè. FIFA boy. Sorry ook, maar die man is best arrogant. Sorry, kerel. Ik weet niet waar je arrogant op. Dat is een hele lange vraag, man. Ben je daarmee akkoord? Even kijken. Even lezen. Totdat ik hem weer goed heb. Oeh, dat is mijn vraag. Ja, ja, ja. Tuurlijk ben ik daarmee akkoord. Ja? Wat vraag je dat? Enter. Een mootje mooi heeft mij net een bericht gestuurd van vorige week kreeg ik een invite. Maar ik was te laat ofzo. Ja, sorry Mo. Vandaag weer nieuwe vragen. Vorige week hadden een aantal vragen, mensen. Ja, jongens. Joel en... Ja, ik zie alleen iemand met alleen 18 april. Ja, Oscar, jammer. Wie? Kijk, hebben we twee winnaars? Kijk je mee? Ja, ik kan het vanaf hier niet zien. Joel... 18 april 1996, daarna Oscar. Maar Oscar heeft alleen 18 april, geen 1996. Nee, je moet compleet, dat was de vraag. Sorry, Oscar. Wie was Bob Steuten. Die komt me bekend voor, die naam heb ik eerder ooit opgenoemd. Bob Steuten en Joel VW. Even jullie PSN's, alsjeblieft. Dus nog veel succes, jongens. Hè. Bedankt nog. Thanks, man. Jij broer. Ook. Rustig aan. Yo, doei. Hallo? Hallo? Ik had een vraagje. Ja, Mo? Ik was vorige week kreeg ik een vriendenverzoek, maar geen invite. En ik kon niet joinen. Ja, vorige week kreeg een aantal mensen inderdaad een verzoek. Alleen vandaag hebben we weer nieuwe vragen. Maar misschien dat we straks nog even tijd hebben, maar we hebben nu twee andere winnaars. Nee, ik was gewoon een vraag. Ja, is goed. Ja, Mo? Ja, okay. Ik zie dat Joel niet thanks, kan. Man. We kunnen niet aan anderen overgeven, dat doen we niet. Want dat is niet leuk voor degene die wel moeite ervoor hebben gedaan en de vraag wel goed hebben beantwoord. Dat hebben we vaker gehad. Dus jongens, als je niet kan, graag alsjeblieft ook niet beantwoorden. Want we gaan niks overgeven als je Joel kan niet? Nee, dan pak ik de volgende winnaar die na Bob was. 18 april 96, Stan Labrie.
Constantlabri. Bob! Yo. Yo, hoe is het jongen? Ja, goed hè. Waar kom je vandaan? Bob, hebben wij niet eerder gespeeld samen? Ja, vorige stream Fortnite. Vorige stream? Ook Fortnite. Ja, ook Fortnite, ja. Nou, stel jezelf opnieuw voor de kijkers. Ik ben Bob en ik woon in Weert, Limburg. Dus... Nu weet ik het weer. Ja, ja. Maar ik ben vergeten hoe oud je bent. Hoe oud ben je? 15. 15, nou kijk. Volgens mij speel je heel veel Fortnite. Ga je niet meer naar buiten? Nee. Wat doe je nog meer voor leuke dingen naast het gamen? Voetbal. Voetbal. Welke positie speel je? Links of rechts met. Links of rechts met. Kijk eens aan. Heb je een basisplek? Ja, meestal wel. Hè. Dat is niet altijd. Ja, ik ken niet eens, maar... Moet ik even met de trainer praten? Doe dat. Wel een winnaar, Ali? Ja, ik heb Stan. Stan heeft gereageerd. Even zijn PSN nog. Nou, het wachten is op Stan, Bob. Oh, ja. Stan, laagstrip 1301. Die heb ik wel. Mijn vriend zit gewoon vol. Nou Stan, we hebben je een uitnodiging gestuurd. Accepteer die even. Nogmaals voor duidelijkheid jongens, als je je vraag goed hebt beantwoord en we kiezen je uit, geef dan niet, zeg dan niet van ik wil hem graag aan die of die geven. Kijk eens Stan. Want dat is niet eerlijk voor andere kijkers, of niet Roma? Goedemiddag. Heb je helemaal gelijk. En zijn stem herken ik ook nog. Welke? Dat is onze Stan. Ja, dat is onze Stan, ja. Hoe is het jongen? Ja, goed. Ja, ook goed. Bob en Stan, ik heb een dringende vraag aan jullie. Gaan we het beter doen dan de vorige jongens? Dus gaan we het beter doen dan back-to-back victory? We gaan back-to-back-to-back houden, toch? Oeh, dit is de mentaliteit. Hier hou ik van, man. Laten we gelijk beginnen. Is goed, Joël. Wanneer is deze seizoen af? 18 dagen. Ik haal er niemand die 100. Voor die Omega. Jammer. Wanneer komt er een hele nieuwe Fortnite spel uit? Denk het niet. Is weer elk nieuw seizoen. Wat bedoel je, een nieuwe Fortnite spel? Ja. Met Black Ops Call of Duty heb je ook. Oh, dat weet ik niet, man. Oké. Nou, wie is de captain? Weet je wat? Ali mag die cappy zijn. Hij heeft net 9 we hadden begrepen dat Salty en welke Pleasant druk was. En wij zijn niet de beste, wij vieren. Dus dan moeten we naar Lucky of Moisty, zeg maar. Horen jullie ons nog, jongens? Ja. Oké, Lucky, snel. Laten we naar Snobby gaan. Ja, de bus komt langs Snobby, weet je? Ja, naar Lucky. We gaan het rustig aanpakken, man. We zijn weer back in amateurmodus. Hé, maar wij twee zijn slecht. Misschien zijn Bob en Stan goed. Waarom spreek ik voor hen? Jij zegt, wij vier zijn slecht. Nee, maar niemand is zo goed, denk ik, als Manos. Als we allemaal eerlijk zijn. Nee, wij zijn allemaal geen professionele spelers. Kijk, eerlijkheid. Nog niet, jongens, nog niet. Ik ga jullie contracteren. Ja, dat ken je zeker, jongen. Als we back-to-back-to-back gaan, ga ik jullie contracteren. Mooi polootje, man. Swipje, dus nog even doorgaan, man, voor die 118 dagen. Tier 100 moet lukken. Volgende week nog challenge week, dus daar haal je handig. Romal, bedoel je bij Black Ops 4? Daar komt er een Battle Royale. Bedoelde je dat? Maar jij bedoelde echt Fortnite, Echt een hele nieuwe spel, maar dan wel gewoon Fortnite. Hey, maar met Black Ops is dat wel leuk, want ik ben echt goed in Call of Duty. Daar was ik echt heel goed in. En als je daar dan de Battle Royale krijgt, stap ik misschien wel over. Kan je dan gewoon met teams spelen, nog steeds gewoon met vrienden? Dan weet ik niet hoe ze dat gaan aanpakken. Oh, ik hoor een kabouter. Ik moest er nog één. Waar zit die? Kijk. Heb je hem? Njam, njam, njam. Oh, moet wel ver. Ja. Waar zit die Ali? Waar ik ben, wacht, ik zal even.
zo'n dingetje neerzetten, in zo'n cafeetje. Ja, halen, zo. Achter de kassa. Oh, gouden scar. Dat is wel lekker, hè? Gouden zomaar. Scar is goed. Ik kon je ook op de boot, man. Face Ali Riza. Ja, Igor, ik weet het niet zeker, man. Want het is nog steeds niet, zeg maar... Wat zoals het eerst was met Black Ops. Weet je wel, dat je nou allemaal kan vliegen en zo hoog springen, daar hou ik allemaal niet van. MW2 en Black Ops 1 waren voor mij de beste kots. Dat waren echt tijden. Daarna... werd het de hele tijd, naar mijn mening, niet zo mooi gemaakt. Groene AR als je dan zo. Zullen we zo aanlopen? Zo gaan lopen, inderdaad. Ik heb nog geen shoddy, dat is wel minder. Oh, hey, mag ik die kleine shield voor jou? Ah, ik kan ook een pump. Hier zeg je niks. Tuurlijk. Hallo? Ja, ik ben nog even aan het doen, wacht even. Hier. Zo, we moeten inderdaad wel ver, ja. Ja, moet gaan, nou, boys. Heeft er iemand shotgun voor me? Ja, ik kan ook op hem. Ik loop hem schoot. Ze moeten BO2 naar PS4 updaten. Ja, Black Ops 2 is ook wel leuk. Thanks. Ik was zo verslaafd aan Black Ops 1 dat ik hem zelfs op mijn Xbox One heb gekocht. En af en toe nog speel. De tijden met AK-74U, de Galil. Ik word bang voor jou, man. Hoezo? Je hebt wel veel verstand van wapens. Ja, veel verstand van COD. Ik heb dat echt heel veel gespeeld, man. Maar jij weet wel wat ik bedoel, toch? Bij die nieuwe Black Ops kreeg je allemaal van die gekke jetpack-achtige dingen, kon je vliegen en zo. Dat is niks. Dat is geen oorlogsspel meer. Zullen we wel een beetje van hoog lopen? Niet via die... via het water, zeg maar. Lijkt me wel slim, ja. Ik heb nog een back shield doen, man. Dus dan. Mag wel wat gaan hakken. Ik heb geen. Ja, geef veel maar. Grote pot nodig. Ja. Neem die speciaal voor jou mee, hè. Maar Stan moet hem hebben, man. Stan heeft Stan krijgt of een Bob. Ja? Nee, Bob ook eentje, ja. Ja. Oh, mooi zo. Iedereen 100. Terwijl we eigenlijk niet 100 zijn. Nog een gouden semi-auto sniper wel. Die ligt hier. Oh, shit. Oh. Ah, ik heb een medkit voor je, Stan. Ja, ik heb ook eentje.
Heeft iemand sniperkogels? Ja, ik heb er wel. Thanks, boy. Oh, ik heb hier ook al een grote pot. Okay. Thanks. Oh, mensen voor ons. Nooit hier. Ja, shit. Waar? Northeast. Oh. Oh. Ik zie ze niet, man. Die is goed. Oké, daar, daar. Ali, heb jij kogels voor sniper? Weer heavy. Thanks. Thanks. Hij is gevlucht, volgens mij. Ja. We moeten wel weer veel gaan lopen, of niet? Zullen we alvast een beetje aanschuiven? Ja, we moeten ver, man. We landen bij Lucky en hij eindigt linksboven gewoon bij dat voetbalveldje bekant. Blauwe pump, lekker hoor. Launchpad. Die kunnen we wel gebruiken. Heb je een launchpad? Ja. Gaan we hem nu gebruiken? Zeg het maar. Ja, beter gebruiken van man, Ali. Bouw je hem? Dat die mag ook het luidje. Wee, lekker. Nee, man, je mag hem wel gebruiken. Wel gul van je. Hey, Ali, je moet bouwen, man. 30 seconden. Ja, jongens? Zal ik hem ook bouwen? Ja, ik zou. Ik heb 162 hout. Ik heb 54 hout. Ik heb 500, ik heb wel voor. Oké, doe snel bouwen. Of leg snel neer voor mij. Moet ik bouwen? Nee, ja, ik ben al aan het bouwen. Maar hij is al bezig. Kom, niet doen, niet doen, niet doen. Ja, dat is wel goed, denk ik. Gaan we daar links, zeg maar? Links van die pleasant heb je zo'n gat. Ik bedoel, even kijken. Hier. Nee. Hier bedoel, ik ga nou aanvinken. Snel. Oké. Okay. Oh, ho, ho, ho. Hoe moet ik hem dan neerzetten? Wee. Dat is Builder Pro. Waarom is anders? Oh, zo moeilijk, man. Halen we dat? Ik denk dat we dat niet hebben. Oh, nee! Wat? Wat is er? Moet ik je revijven? Ik land in een boom. Ik heb je. Oh, ik ben al vast. Ik ga dood, man. Best gaan jullie gewoon weg, anders gaan jullie dood door mij. Oh, komt schoten. Oh, er zijn ook mensen. Oh man, dat komt allemaal door mij. Hij loopt gewoon weg, deze. Nee, nee, hij komt terug. Oh. Hij luistert weg, hij luistert weg. Naar boven, naar boven, hij luistert naar boven. Iemand moet me zo carryen, man. Ah, ik heb medkit voor je. Echt, oh lekker. Haal ik dan ook? Ik heb nog 16 levens. Ik ga sowieso nog een keer down. Ja, je moet even. Ik heb bandages. Heb je bandages? Nee, heb ik niet. Moet je, kom even hier. Ik ga nog één keer down. Hij gaat niet halen dit.
Dat werkt, oké. Okay. Mooi hoe jij zo mee beweegt. Maar Roman zit ook in fight volgens mij, dus... Ik ben dood. Oh, hij wordt ook van achteraan gepakt. Ook van achter! Heb jij bandages of iets, Bob? Ik heb wel. Ik heb mijn kit. Oh ja. Oh shit! Oh shit. Zijn we van hetzelfde team of niet? Volgens mij zijn er twee teams. Dan kom je het hele potje niemand tegen en dan ineens zijn er twee teams. Stil blijven jongens, we doen helemaal niks. Man. Dit komt allemaal door mij, man. Ik hoop dat ze weggaan, man. Oh, ik ben dood. Boy, snel, ik ben bijna dood. Boys, ik heb ze uitgeschakeld. Snel, nu. Oh, ik moet gaan. Ik moet gaan. Ik heb 1 HP. Ik ben de low. Of ik kan die medkit nog pakken. Ja, ik pak die medkit. We zijn snel als het goed is. Ik weet niet wat ik heb gedaan, maar ik heb ze daar uitgeschakeld. Lekker man. Heb je een medkit, Ali? Nee, bandages alleen. Oh, nog 8 mensen. Oh, je hebt 1 HP. Ja, man. Je geeft die maar aan mij, je krijgt medkit van mij. Oh. Hebben jullie rockets? Volgens mij hebben we wel. Even kijken. Nee, ik heb ook niks, sorry. Het komt allemaal door die gouden scar, hè? Zo effectief. 3 tegen 4 of wat? Niemand heeft blauwe potjes ook. 3 tegen 3. Oei. Zien jullie mensen? Zullen we weer high ground pakken? Hebben jullie AR bullets nodig? Want ik heb nog. Nee, ik heb 431. Ik heb wel sniperkogels nodig als je hebt. Oh ja, ik heb er 180. Oh. 160 sniperkogels. Ja. What the fuck? Zie je hide fans show. Ah. 3 tegen 2. Hey. Hey, sluit iemand me. Iemand heeft mij beneden. Dank je. Ik zit weer vast. Ali, wat doe je allemaal? Jij moest even opzij gaan. Ik bouw hier mijn eigen base. Ali, je zit iedereen in te bouwen, man. Echt? Oh, weer. Ja. Sorry, man. Paniek. Hey, 3 tegen 2. We kunnen echt winnen, ik zweer. We kunnen echt winnen, deze potje. Je moet even hiernaast gaan. Ja, meer leefzaam. Ja, dat klopt ook. Waar zitten ze? Misschien hebben jullie met z'n 3 wel meer levens dan zijn met z'n 2. Ja. Oh, kampvuurtje. Goed gezien. Ik heb kampvuur, man. Iemand ziet het gewoon. Gooi voor mij een bos. Snel. Wacht, hoe kom ik hier omlaag? Ik kan dat niet, dat editen. Ja, ga er goed. Maak hem kapot. Oeh. Ali, snel. Dit moet sneller. Ja, man. Ik kom eraan. Echt sterk gezien. Ik weet niet wie het had gezien, maar... De Marijn.
Oh man, dit is zo amateuristisch. Ik zal gewoon een muurtje van de zijkant kapot, ben je gelijk buiten. Oké. Plaatsje. Hoe switch ik? Hoe moet ik switchen? Met pijltje. Nee, maar ik bedoel, omdat de beelden pro is, weet ik niet hoe je moet switchen. Okay. Snap je wat ik bedoel? Die cirkel komt eraan, wij moeten hier nou weg, wij moeten hier nu weg. Even hier naar beneden schuiven. Man, man, man. Wat een drama. Oké. Okay. Juist, kom snel op jongens. Sorry man. Ik moest even wachten op jou. Nee, ik speel nou met Builder Pro, dat vind ik iets fijner. Boys, heeft iemand hout voor mij? Nee, 59. Ja, ik heb 130 man. Oh, laat maar. Ik heb 104. Misschien moeten we een boom maken. Je hebt al je hout opgemaakt daarboven, man. Ja. Osborn. Boys, blijf bij elkaar, man. Niet te, want 1 RPG en we zijn dood. Ja, dat is wel overdreven. Waar zijn hun toch? Zitten in een van die huisjes? Niet dat ze dadelijk hier boven op die berg zitten en ons eraf knallen. Want de cirkel gaat nou wel geen plezier. Oh, 3 tegen 1. Boys, kom op. Oh, als we deze niet pakken. Pas op die berg, man. Ik ben daar echt bang voor. Blijf dan moeten we al helemaal niet te dicht op elkaar zijn. Jawel, jawel. Dat is ook wel voor bosjes, hè. Als die in zijn eentje is, kan het best een camper zijn. Je hebt wel loot. Oh! Waar? Hier. Gade. Is 105. 105? Werd jij gesniped? Ja. Ik weet niet waar vandaan. Niemand heeft ook een RPG ofzo. Het is echt een camper. Maak die huizen kapot. Ik heb een shot man. 4. Hoeveel? 4. Oh, lekker, dan delen we even. Ik ben hier aan het snipen. Boys, jullie zitten in de stormen. Hey, ik hoor hem. Hier is hij. Hij zit sowieso in de blauwe uit. Ja. Sorry dat ik je kill heb afgemaakt. Oh, hij was al dood. Ik was aan het wachten totdat je hem had. Hey, dat is het nummer 3 van vandaag. Zeker. En dat betekent dat we nog een potje met jullie gaan spelen, boys. Gaan we een back-to-back halen. Ja, man. Back-to-back zou wel mooi zijn. We hebben nog nooit zoveel victories gehad, man. Nooit. We hebben nog nooit überhaupt een victory gehad. We waren bijna kapot, hè? Wie? Ik had nog 1 HP, weet je nog? Ja, je had het bijna verpest. Hey boys, man, ik moet gaan. Moet je gaan? Maakt niet uit. Weer een primeur in onze stream. Iemand moet gaan na een victory. Stan, bedankt. Ja, dat is Bob, denk ik. Of is Bob, het Stan? Of Stan? Ja, dat is Bob. Oh, sorry. Ja. Bob, bedankt voor het meedoen. Bedankt voor de victory. En we zien jou misschien volgende week weer. Later. Dat betekent dat we 1 nieuwe winnaar kunnen uitkiezen. Stan, die heeft ons een victory bezorgd. Boys, dus die mag even serieus. Voor die 3 victories, hoeveel likes verdienen we dan? Ja, we hebben 85 105. Likes. Meen je dat? Ik had er wel minimaal 150 verwacht. Hey, je moet ook even een speciale shout-out naar Marijn Vriends. Want die had gezegd shout-out dat ik een kampvuur had. Marijn, die heeft ons gered. Dat had ik niet door. Even kijken. We hebben plek voor 1, wat doen we? Kijken of... Doen wel iemand uit dingen man, uit de chat. Ja, het was een jongen die ik die vorige week had gewonnen, maar te laat had gereageerd. Oh. Maar kies maar een nieuwe winnaar uit. Weet je wat we gaan doen? Nou.
iedereen die op dit moment online is, in Fortnite zit, moet even zijn PSN hieronder in de chat melden en dan kiezen we willekeurig. Kies jij iemand uit, dan ga ik even snel naar de wc. Ik kies willekeurig iemand uit. Stuur je PSN als je online bent en mee kan doen. Ja boys, er zijn genoeg mensen, maar zet je PSN in de chat. Dus als je PSN in de chat neerzet, kies ik willekeurig iemand uit die ik toevoeg en die kan gelijk een potje met ons meespelen. Heel veel mensen. Ik ga één iemand toevoegen. Als het goed is, heb ik Daan toegevoegd. Geaccepteerd. Pim moet even weg. Sorry, Pim. En ik stuur Daan even een uitnodiging. Daan accepteert de uitnodiging, dan kunnen we gelijk spelen. Ik hoop niet dat de rest boos is. Ik heb willekeurig iemand uitgekozen, dus ben jij nu niet gekozen, misschien volgende week. En dan is het wachten op Daan. Yes, daar is die hoor. Daan, hoor je me? Stan, hoor jij mij nog? Ja. Jij hoort mij nog wel. Daan. Yo, Daan. Daan. Yo. Yo. Roma. Ja. Daan, je valt weg. Ik hoor Daan op dit moment. Hey, ik heb jou gezien bij een Mediamarkt toen. Kwam je een foto maken? Ik ben naar die iPhones gaan kijken. Oké, okay, hey, maar Daan, kan je even. Het geluid is heel slecht, hoor jij dat ook? Ja. Kan je even. Ik kan even een ander geluid, maar dan horen jullie mij niet. Kan je even oortjes pakken? Want we horen onszelf ook dubbel volgens mij. Heb je luidspreker aan? Ja, maar dan horen jullie mij niet, maar dan hoor ik jullie wel. Horen jullie niet meer dubbel? Oké, okay, ja, dat maakt niet uit, want dit is anders niet te doen. Ja, is goed. Succes, hè? Nou, allemaal ready. Ali is ready. Ging het allemaal goed? Het ging allemaal goed en top. Veilig. Je overleefd? Zeker. Daan heeft er zin in, of niet? Tier 100, non de ju. Ik heb 5 sterren skill moves, hè. Niet eens op FIFA. Oké, okay, ik ben deze... we hebben wel dankzij mij gewonnen net, hè. Lucky landing, hè. Yes. Ja, dat is waar. Oké, okay, jij mag weer de landing bepalen. Okay, waar gaan we landen? Ali is wel onze captain. Ali is captain. Nou, Daan wil naar Haunted, zie ik. Maar we gaan naar Snobby. Daar wilde jij net eigenlijk naartoe, weet je nog? Ay boy. Doe het voor jou. Voor deze. Ja, zal ik doen. Yes, is goed klaar, ja. Okay. Dankjewel, Bob. Wat zegt Bob? Had nog graag willen spelen, sorry. Succes nog.
Bob, wie weet volgende week. Bedankt dat je kwam kijken, jongen. Ik heb nog geen lama gezien vandaag. Moet je even op YouTube kijken, man. Ja. Bril staat een beetje. Je bril is pijn met recht, de koptelefoon. Man. Je neus is scheef. Ja, jij ook. Dat is even pijn bij je oor. Ja? De volg ik ook, of niet? Ja, man. Moet je hem wat hoger zetten. Oké, okay, we hebben 3 winst vandaag. Nee. Wat doe jij? Ik probeer daar op te komen. Maar jij sprong mee. Ja. Je ligt altijd zo mooi mee, want het is zo grappig. Je draait ook mee soms. Zijn die pumpjes hier, jongens? Ik heb 3 pumps. Ik heb niks. Er ligt niks in het eerste huis. Ik heb shields voor je. Oh, ik zit er dicht bij de cirkel, gelukkig. Gelukkig, man. Oh yes, ik heb sniper. Dankjewel, Bosna. Ik weet dat je er elke keer bij zit, man. Ja, ik hoop dat je een keer wint. Hoop ik voor meerdere natuurlijk. Aan de schil. Wat heeft hij gegeven? Hij geeft mij kogels, hij geeft mij hout. Ja, nog meer kogels. Mij geeft hij niks, hè? Metaal. Wil je ook iets? Oh, hij geeft alles. Gewoon alles bij zijn. Kijk hier. Mooi man, hij hakt gewoon voor jou. Kijk, hij hakt 1 boom. Hij geeft mij meteen dat de hout ervan. Mooi fan. Kijk, je meteen de kogels. Wauw. Wow. Daan, heb je nog wel wat over, man? Heb je nog meer? Geef ook je wapens dan. Grapje, jongen. Grapje. Pak maar. Hey, maar hij heeft zijn shield niet gegeven aan jou. Ik heb shield vol. Hij had die nog neergelegd. Gaan jullie in de vakantie ook live? Zeker. Wanneer is het vakantie eigenlijk? Dat weet ik niet. Wanneer is het vakantie voor jullie, jongens? Air voor jullie als jullie. Per wanneer hebben jullie vakantie? Per wanneer heb jij vakantie staan? Stan. Ik moet nog 1,5 week. Oh, dat is wel bijna. Goed week en dan ben ik klaar. Oeh, heb je goed geleerd? Ja. Goed zo, dan. Nou, eerst ja, en daarna. Ja, op zich. Wel goed genoeg in ieder geval. Oké. Oeh, kijk eens, Daan geeft mij gewoon. Ja, hij geeft alles. Wat een beest, man. Maar die zou je eigenlijk aan Stan moeten geven, maar goed. Heb je die shield? Ja, ik heb shield voor je, Stan. Ja. Yeah. Deze stenen geven echt veel metaal, man.
Oké, Captain, waar gaan we heen? Even kijken. Ja, naar dat huisje in het midden hier. Maar dat gaat nooit goed, we gaan naar links. Gaan we naar berg? Via Pleasant daar. Hier heb je straks dat gaatje. Ja, daar hadden we net die wind. Ja, klopt. Frank, waarom dan bedankt? Hoe oud was Daan? Heb je dat gevraagd? Nee, hij had slecht geluid. Ik kon hem bijna niet horen. Je moet hem naar die paddenstoel brengen nu. Rechts. Speciaal voor Daan. Ik ben 12 jaar! Oké, Daan. Dankjewel. Daan, je bent een beest, man. Je bent een king. Dat kwam echt spontaan. Ik begin nu al van Daan te houden. Tuurlijk. Wat een mooie vent is dat. Oeh, Scar. Scar. Waar? Ja, die in mijn handen hier. Maar ik heb gehoord dat jij net zo gul als Pak Daan maar bent. Daan. Dat is Stan. Ja, ik heb al een blauw beurs. Oké, Daan, kom hier jongen, blauwe EA. Paddo's. Paddo's. Oh nee, dat meen je niet. Hey. Is het dan? Hij houdt van mij. Hij gooit een hartje naar me. Een? Hartje. Oh. Ja. Wie heeft die gebouwd? Wij. Wie schiet er? Oeh, blauwe tactical score. Hey, ik heb nog geen shotgun. Als jullie kleine shields hebben, wil ik ze graag bijhouden. Wie heeft shotgun voor mij? Geen shotgun, Roman? Nee. Er ligt hierboven een groene pump. Waar ben jij? Oh, thanks. Heb jij shields, Ali? Wat heb ik? Shields, hou jij die bij? Ja, kleintjes. Wacht, ik geef die aan jou. Oeh, ik zie op het voetbalveld een borstje lopen. Oeh, wie schoot daar? Oh nee. Ik hoop het wel, Bosna. Het moet wel lukken, man. Dinsdag kipt Karius weer. Swipjes. Oh, er loopt een bosje, ja, inderdaad. In de 16. Ik heb in de 16. Waar is die? Ik heb een sniper, niks te doen. Hey, is hij nou uit de game gegaan? Want ik zie hem niet meer. Oh, hij is daarachter, ik zie hem nog. Gaan we hem aanpakken? Ja, hij loopt daarachter. Waar is die in zijn eentje? Waar is die? Ja, hij loopt daarachter weg, richting cirkel. Huh? Ik zie hem niet meer. Zien jullie hem? Nee. Pas op, want hij kan dat bosje voor je zijn, hè? Ja, dat is hem. Heb je hem? Een gouden Scar, die pak ik wel even. Hé, ga mee. Er ligt een paarse Scar hier voor jullie, jongens. Stan, pak hem snel voordat Roman hem pakt. Ja, ik ben het eerst. Ja. Er wordt mij gewoon niks gegund, man. Jammer. Ja, er ligt nog genoeg loot, hè? Nee, ik heb het ook voor Ali. Ja. Liefde. Kijk, dank je wel. Ik niet schieten, ik denk de hele tijd dat ik... Daan heeft weer hout van mij. Daan heeft weer hout van mij gehakt. Ik ga hem nu een beetje rustig aan doen, want Loot Lake, ik haat Loot Lake. Ik ook, maar daar komt de cirkel. Want als je daar paniek hebt, kom je niet vooruit. Weet je, via rechts. Wat vinden jullie daarvan? Dat vind ik een heel goed idee. Hey, iemand snipe, man. Ja, we gaan via rechts. Snipe op Loot Lake, ja. Daarom moeten we daar zo snel mogelijk wegwezen.
Daan, ik hoop dat Argentinië gaat winnen, man. Ik ben er bang voor. Maar tegen wie moeten ze? Kroatië is lastig. Oeh, mooie wedstrijd. Hoe laat? 8 uur. Thanks, Daan. Kom jullie een beetje naar boven? Ja. Maar daar komt de cirkel niet. Ja, die dus niks bouwen daar. Wat doe je? Om boven mij ook bouwen. Ja, maar voor hoezo? Over 40 seconden moeten we daar weg, man. Hoezo? Zit het gewoon goed? Ja, maar daar komt de cirkel niet. Nee, oké, maar dan gaan we straks weg. Oh, iemand schiet. Kijk, zie je? We hebben nu high ground. Waar schieten ze? Hoeveel graden? Ik weet niet, ik zie ze oh, niet. Oh, ik zie hem daar. 24 hit. Nog een keer 24, hij heeft alleen nog normaal leven over. Zijn vriendjes komen er niet aan. Hey boys, jullie sluiten mij in, man. Nee. Eentje ligt. Ja, netjes. De ander is ook bijna dit. Die heeft nog één kogel waard. Romal, die kan je aanpakken. Ik heb hem. Netjes. En ik heb mijn eigen scar geregeld. We waren niet zo goed, man. We hebben er lang over gedaan. Hier, Ali, shields. Kleintjes? Ja. Kom eraan. Jij moet even van die paddenstoelen eten. Boys. Yo, ciao. Rustig aan, bro. Even kijken, waar kunnen we best naartoe? Hier, deze top pakken we. Ik heb al genoeg hout, Daan. Ik heb 999. Dankjewel. Komt door jou. We gaan hier naar boven. Waar? Pas op, als je daar van schiet, dan val je naar beneden, hè? Daarom stond ik hier. Heeft iemand sniper kost? Als jouw ding kapot schieten, val jij naar beneden. Daarom stond ik hier. Pas op. Oké, kom maar. Heb je sniperkogels voor mij, iemand? Hier. Hey boy. Zit er eentje op een squad in het midden van Luke leek volgens mij. Eentje hiervoor. Oh, laat ze lekker uitvechten. We zijn nu aan het vechten volgens mij. En eentje voor onze neus hier. Kijk, zie je, we gaan nou vechten. Laat ze maar even lekker gaan. Niet dat we gesniped worden straks. Oh, ik had hem bijna. Maar deze sniper doet weinig damage. Oh, ik heb hem met sniper. Nee. Oh. Even kijken. Hi boy. Ik heb hem gesniped. Daar loopt weer iemand. Waar? Ja, op die trapjes daar. 24 hit.
Hé, we moeten wel even hier zo meteen vandaan. Stan, lekker jongen, 165 meter. Boys, we moeten richting daar, dat zijn de laatste of... Nee, toch niet. Of wel? Is iemand dan een launchpad of zo? Nee. Je moet zo wel gaan, boys. Dan heb je een launchpad, jongen? Anders had hij die wel gegooid. Nee? Oké. Okay. Nee. Die hoef ik niet, man. Ik kan hem gewoon niet hitten, terwijl ik... Gaan we naar beneden? Wat, nog niet. Ja. Ja, we hebben nog een minuut voordat het cirkel komt. Gaan we? Een beetje aansluiten. Oh, daar is, wordt gebouwd nu, op Zuidoost. Oppassen. Ja, één groot voort. Gaan we via links of via rechts? Links? Hallo? Ja, jij bent de teamcup. Oh, oké, okay, we gaan via links. Oh shit. Oei. Oh, ik denk dat ze ons gezien hebben. Waar we zijn moeten ze? Eigenlijk wel richting hun, maar ik wil niet via links. Waar zijn ze? Rechts van ons, zeg maar, op het zuiden. Als we hier nou een beetje veilig kunnen zitten. Je schiet er. Oh, er zitten hier nog mensen. Ja. Ja, hij ligt. Schiet hem maar kapot. Ah nee. Hij is heel laag, hij is heel vaak hit. Ja, hij is dood. Ja, netjes. Als je een beetje richting mij komt, want ik wil niet gesniped worden van die andere. Oh shit, de cirkel. Blijf staan. Oh, we hebben dinges. Ja, ik heb een medkit. Ah, je hebt een launchpad, hè? Small shield. Ah, we zijn de lul. 4 tegen 2, oh, daar dat wel. Zijn ze. 4 daar tegen 2. Zijn... Ja, het zijn er wel nog maar 2. Stan, ik heb medkit voor je. Ik heb ook een medkit. 24 hit, hij heeft alleen nog normaal leven over. Ik heb hier een route voor jullie. Wie heeft die RPG? Die moet die op die rechterhuisje hier. Zie je? Spam op die rechterhuisje. Oh, er zijn twee andere teams allebei volgens mij. Dat zijn twee teams ook? Ja, dat zijn twee teams. Nog een keer, Git, die is bijna dood. Die andere loopt daarboven. Ik heb voor je, waar ben je gestaan? Eentje is down. Hier, wacht, ik gooi hem hier neer, kom. Zijn dat die medium? Oh. Netjes. Boys, back to back weer, hè? Zonder pro speler. Hey, wat zijn we goed bezig, man, vandaag. We zijn aan. Zes kills. Oh mijn god, ik heb er 2. Ik had eerst die ene en daarna deze. Toef. Had je die bovenste ook gekild? Hoe? Oh, nee, hij stond boven. Ik was gewoon naar hen toe gegaan. Nee, maar wel weer goede keuzes gemaakt, hè, captain. Zeker, goede captain. Jongens, bedankt voor het meedoen. Was dit een back-to-back? Ja. Oh ja, man, klopt. Daan, held, bedankt. Ik heb heel moe.
gemaakt worden. Ja, het was het laatste potje toch? Ja, man. Ja, gaan jullie er vandoor? Ja, man. Daan en Stan, bedankt voor het meedoen. Helden, toppers. En alle mensen thuis die live aan het meekijken waren. Jullie bedankt voor het kijken en tot volgende week weer. Ciao. Bedankt, boys. Bella, ciao. Vergeet niet te liken. Ciao, ciao, ciao.